zingen. Wat is het nou voor kunstwerk, Ed? Wat ben je mee bezig? Hier, het is een archeologisch, eigentijdse archeologie. Juist. Het komt op een veldstartplek. Dat 25 hier alle afval van Friesland en van het noorden op een bult gegooid is en dat is nu meter klaar, 25 meter heeg. Zo? Om die rug op te steen of zo? Nee, ik kom op het zetten steen. Hier komt nog een ribben op. Oorzom, dit is onderkant. Komt de oorzom. Op die grote brede rand komen die ribben. Zou draait het op een wien? De hele week is ziek geweest. En spui en schiet en koorts. Wijn als je lijkt me koorts in bed met een klinger aan en een mof van ons. Dus nu een lekker fiets. Die eerste 1200 kilometer hebben we 29,75 kilometer gemiddeld per uur. En dit viel dan nog in de poort. Hier het eerste maal dan. Wist niet dat als je hoort komen dan. Het is nou een jongen hoor, 10 miljoen, maar het is een operaar. Dat is de 15. Ja, operaar. Mooi zo. Nee, wat doe je ervan? Nee. En wie betaalt die skeer? Wat heeft zijn? Och ja, we hebben zo'n dat ik al zo moeilijk hè. Dat ik. Ik heb net beter, ik heb het ding al beter dan mijn Del zetten. Dan zet ik even mijn Del dat is een ding, dat is wat dan de Del. Ja, dat voor je. Nou, dan maakt het maar nog, maar hoe geven we nou verder nou?
Ik zet hem even op traaien neer, ja? Ja, goed hoor. Ik kom, zeg al, die kleven komen bij de gang. Oké, joh. Een hele uitziekerij, of net? Een hele uitziekerij. Ah, ja. Ja? Ja, dan ga ik even voor de derde keer niet blijven. Blauw nu is dat. Zullen we even in? Wij brengen de dingen hier. Ik maak het voor 4.000 goeden en dan vergeet ik het weer voor 4 miljoen. Dat ook dat. Ja, dat is goed. Nou, ik moet mijn wimpers laten verven voor Oeral. Ja, dat doen we even. Hoi.
Zover wil ik het eigenlijk laten en ik geef het woord volgens mij nu aan Itz Willemsma, dacht ik. Nou, goeiemiddag, mensen. Ik praat maar in andere talen als mijn vlagongers, want ik ben misschien ook mensen die net Nederlands verstaan, dan kan die nou ook nog wat van mij verstaan. Ja, je weet het maar nooit, noem maar die tweetalig. Soms dan kan mensen een bepaalde taal net verstaan en soms wel. Ja, ik ben Fjouwer Jelien, werk vreger door Els van der Laan, van Noordpijl Architecten, om hier mijn haar wat te dwaan, om dit, ja, om de Weperpolder. Zij hier het landschapsbeheer hier en zet het hier om je heen luidt, kan je dat zien en ervaren. En ja, vreeg mij, kerst ik wat bedenken dat we daar ergens wat doggen op dat plak. Ja, eerst dacht ik, ja, polder, Weperpolder. Als ik aan een polder denk, dan denk ik gewoon leeg aan. Het meest onder wetten staat met grote brede sletten. Waar je prachtig op reetrieden kennen. En met een heel mooi platvaart. Vind je nou zelf van als je hem weer op ziet? Vooral als ik ook hier in dit graf zie, dat doet me toch wel wat, hè? Ja. En zo die redens en die racefietsenboel en ja, al dat, ja, al die oude dingen, die computers en televisieschermen en zo. Ik zelf dan net volle mooi, maar ja, superpakken, die malkenpakjes, die guitenmalken dingen. Ja, al dat spul, ja, dat is alweer wel. Zitten twee blauwe meren niet? Die kennen hetzelfde lot als die man in die koers. Zakje naar de boom. Alles zit dicht.